baby's en peuters, koning in Beringen. Laat ons daar samen eens een klein boompje over opzetten. Wij nodigen ieder jaar de kinderen uit en de mama's en de papa's die het jaar tevoren geboren zijn. Dus nu hebben we de geboortes van 2010. De mensen komen dan naar hier, voor of in de namiddag, naar gelang dat ze uitgenodigd zijn. En zij krijgen dan, als zij dat willen, een boompje of een gastendoekje mee naar huis. Blijft dat ook altijd wel heel leuk om te doen. En wij merken ook wel dat er meer en meer geboortes zijn en ook meer en meer mensen die zich hiervoor inschrijven. Dat die boompjes goed zullen groeien is wel duidelijk. Nergens is de bodem zo vruchtbaar als in Beringen. Meer dan 500 spruitjes zagen hier vorig jaar voor het eerst het licht. En eentje hiervan viert vandaag zijn verjaardag. Happy birthday to you. Hey. Hoera! Hoera! Ook Els is vorig jaar opnieuw mama geworden. Samen met dochter Femke komt zij haar boompje afhalen. Ik vind het een heel leuk initiatief. We hebben dat 2 jaar geleden gedaan bij Kobe, bij ons zoontje. En dat was toen al leuk en vandaar dat we vandaag teruggekomen zijn. We willen terug die boom planten en daarom. Ik vind het dit jaar nog leuker, omdat er nog meer georganiseerd is voor de kindjes. Dus ook een clown die ballonnen kon plooien en een speelhoekje en 2 mannen die de kindjes sminken. Dus het is eigenlijk nog leuker dan 2 jaar geleden. Alsjeblieft, dankjewel. Succes ermee. Ja. Een fijne dag. Dankjewel. En zo pronkt vanaf nu ook Femke's boompje in de voortuin van de familie Broekhoven.